Nu beginnen we echt. Nou, welkom dan nog maar een keertje bij PuLive. Dinsdag 19 maart is het vandaag. En zoals ik net al zei, het is de dag dat vandaag Wouter level 30 van Candy Crush heeft gehaald. Nee, dat was eigenlijk vorige week al. Oh. Nee, ik zag dat de moeder van een van onze reageerders al bij level 130 was. Het ding is, het was een fucking moeilijke level. Dat is echt zo. Maar nu wil ik maar level 37 of zo en moet ik 3 Facebook vrienden hebben om verder te kunnen. Hij kijkt heel erg zo smekend. Oh nee, Ik weiger om mijn Facebook vrienden hiermee lastig te vallen. Ja. What the fuck? Nee, dat begrijp ik heel goed. Ja. Hey jongens, voordat we beginnen met het nieuws heb ik nog een treat voor jullie. Een treat? En ik weet zeker dat jullie het zullen waarderen. Nou, dat is fijn. Dit is namelijk de trailer van Game of Thrones seizoen 3. Oh ja. This will devour them all, unless I triumph. We do not choose our destiny. We must do our duty now. Great or small, we must do our duty. Explain to me how you propose to defeat us. I am the king. Everyone is mine to torment. I shall show you no mercy. Take his home, take his gold, take his power. If we don't do this and do it now, we're lost. We're finally going to war. I'm going to light the biggest fire the North has ever seen. I forbid you to die. Big men fall just as quick as little ones. Do you hear them screaming? Crying for their gods. Zal ik het einde verklappen van de serie, hoe het afloopt? Ja, dan moet je vooral allemaal doodgaat. Echt, als je wilt dat we straks een bombrief krijgen of zo, dan moet je dat doen. Je moet gewoon de boeken lezen. Jongens, heb je hem al gezien? Ik het is mijn werk om het te zien. Ja. Nee, ik heb hem al gezien. Had jij hem al gezien? Nee, maar ik heb de boeken gelezen, dus ja. Dit ja, heeft echt helemaal hij vindt het nou een of andere manier stoer dat hij de boeken heeft gelezen. Ik heb tenminste de moeite gedaan om... Ik heb gewoon bedacht, ik ga die boeken lezen. Oh, ik voel me zo fucking zin in die derde seizoen. Ja, ik ook. Ik voel me eigenlijk ook wel een beetje schuldig dat ik die boeken niet lees. Dat is een van de hobby's die ik opgegeven heb, bewust. Maar ik voel me toch een beetje schuldig als ik over Game of Thrones schrijf dat ik die boeken niet heb gelezen. Voel ik me een soort van noob, voel ik me dan. Ja, je bent ook een noob. Maar het is ook een beetje, op het moment dat je nu nog met de boeken begint, dan moet je eigenlijk een soort van inhaalslag doen, ja. Ja, en dan lees je eigenlijk dingen die je gewoon in de serie... Maar mijn broer heb ik die boeken gegeven en die heeft ze verslonden in anderhalve dag of zo. En die is me voor eeuwig dankbaar. Die zegt dat het beter is dan Lord of the Rings en al die andere fantasy boeken die hij heeft gelezen. Oh, dus ik heb nu zoiets van, ja, misschien moet ik het maar op een audioboek gaan doen of zo. Dat ik het gewoon luister. Ik vond seizoen 2 in, zeg maar, qua boek, seizoen 2 vond ik niet zo heel goed van Game of Thrones. Ik vond het veel hak op de tak. En als je het boek niet gelezen had, was het volgens mij ook vrij onduidelijk. En er gebeurden ook allerlei vreemde dingen in met die... Ja, daarvoor moet je echt de Blu-ray hebben. Renly. Kun je alles wat je niet snapt, kun je uitgelegd krijgen in een soort van minuutje. Zij doen dat heel goed, behind the scenes. Ja. Goed, we gaan verder met het game nieuws van dinsdag 19 maart. Het is namelijk de dag dat de EA-baas Ricocello, is opgestapt. Dat naar aanleiding van tegenvallende resultaten. Wat vind je ervan, jongens? Het is een beetje zoals in de politiek, als paars mislukt of zo, dan gaat dan de premier opstappen of zo. Het is een soort van teken van, jongens, ik heb het opgefakt, ik schaam me, ik treed af. Toch? Ja, maar laten we gewoon even kijken naar de games die de afgelopen tijd zijn uitgekomen en in principe de weg die zij gekozen hebben. Ja. Ze gaan voor de sequels, ze doen een FIFA, prima game, ze doen een Battlefield 3. Prima game, maar daartussendoor proberen ze toch geforceerd weer een Medal of Honor uit te brengen. Hebben ze nu al 2 van geprobeerd die niet zo heel goed zijn. Mm-hmm. Ik vond Warfighter gewoon echt beschamend.
Ja. Voor zo'n grote uitgever waar zoveel geld tegen aangesmeten is, mag je daar gewoon echt niet mee op de proppen komen. Dead Space 3, wat vind jij daarvan? Ik moet er eerlijk zijn nog mee beginnen. Ik bewaar hem soort van. Ik bewaar hem lekker. Ja, maar je hebt niet zoiets van ik moet hem al gaan spelen. Dus het is de FIFA en de Battlefield. Ik denk dat dat twee titels zijn. Wow. Ja, maar inderdaad, net wat je zegt. Als je kijkt van wat er de laatste tijd is uitgekomen qua games. En dan heb je Mass Effect 3, Dead Space 3, Medal of Honor inderdaad. En zelfs Mass Effect 3 viel tegen, vond ik. Vond je die tegenvallen? Ja, vond ik echt wel tegenvallen. Nou goed, en natuurlijk het SimCity debakel. En ik had in het nieuwtje gezet, stapt op na het SimCity debakel. Dat is geen woord aan gelogen, jongens. Niet over me heen vallen. Ik zeg niet dat het door SimCity komt. Het gebeurt gewoon na het debakel. Ik denk gewoon dat dat druppel dat is kan, geweest. Het kan niet toeval zijn. Het kan haast geen toeval zijn. Weet dus, je, ik bedoel... Nou ja, hij lag volgens mij al langer onder druk. Of had al langer het gevoel dat hij zich niet helemaal als een vis in het water voelde. Ja. En ja, als baas... Jij belt ook wekelijks met hem, toch? Nee, je hoort wel eens dingen in de wandelgangen. Wacht, jongen. Ik voel me niet meer als een vis in het water. Het is niet meer lekker. Ik heb een beetje van die Jan van die corporate fullspeed. Corporate takels noem ik het steeds, maar het zijn fullspeed. Maar ik denk dat het goed is voor EA dat hij vertrekt, dat er misschien een nieuwe wind gaat waaien. En nou ja, ik ben niet groot fan van bijvoorbeeld een Activision. Omdat zij hebben ook, maar wat zij doen, zij kiezen dus nu voor 3 franchises. Dat hebben ze al 2 of 3 jaar geleden aangekondigd. Ze doen de Bungie game, Destiny, ze doen Call of Duty en ze doen Spyro. Nou, al die 3 dingen, ja, Destiny moet zich nog bewijzen. Oh, je vergeet wel de grootste. Spider-Man. Skylanders. Ja, bedoel ik Spyro, Skylanders. Oh, ja, precies. Skylanders. Okay. Dus dat zijn... Spider-Man zijn dat. Dat gaat gewoon hartstikke goed. Daar lopen ze binnen en de rest doen ze leuk erbij. Maar dat zijn de focuspunten en ik denk... Ja. Nou, we zullen zien wat er met EA gaat komen de komende tijd. Misschien gaan ze af van die browser games. Yeah, right. Ja, over EA gesproken. Als je SimCity slachtoffer was, ik noem het toch maar een slachtoffer, dan mocht je een gratis game uitzoeken, kondigde EA aan. En vannacht, of gisteravond, zijn de games aangekondigd die je mocht uitzoeken. En ik heb het lijstje hier liggen. Mass Effect 3, Dead Space 3, Medal of Honor Warfighter, Need for Speed Most Wanted, Plants vs. Zombies, Bejeweled 3, yeah. Of SimCity 4 Deluxe. En Battlefield 3 ook nog, toch? En Battlefield 3, ja. Oh, die was vergeten op te schrijven. Ja. Maar ik denk dat het best wel een mooie lijst is aan games waar je er een van uit mag kiezen. Het grappigste is natuurlijk SimCity 4 ertussen zit. Ja. Ja. Vind ik eigenlijk wel een soort van zelfspot op een of andere manier. Ja, best... We know we fucked up, dus je kunt ook het goede deel aanschappen. Ik snap überhaupt niet dat als je zo'n nieuwe hele reboot van de serie... krijg je me toch gewoon bij. Ik bedoel, zo duur zal SimCity 4 het is inderdaad, zijn. Het staat tot niets vergeleken met Mass Effect 3 en Battlefield 3 en Dead Space 3, wat gewoon echt full-priced games bijna nog zijn. Ja. Vooral Dead Space 3 natuurlijk. Maar ja, SimCity 4, als ik jullie was, dan zou ik die gaan aanschaffen als je echt teleurgesteld wordt door SimCity. Nee, maar doe het. Oké. Stel je voor, je hebt geen enkele... Dan kun je tenminste echte steden bouwen. Wouter, stel je voor, je hebt geen enkele van deze games. Welke games zou je dan willen hebben? Mass Effect 3... Dead Space 3. Ja, dat ligt aan heel veel dingen. Ik zou Mass Effect 3 nemen, maar dat ligt er natuurlijk ook aan of je 1 en 2... Nee, net zeg je nog dat je hem niet zo goed vond. Ik vond hem tegenvallen, maar dat wil niet zeggen dat ik hem niet goed vond. Maar jij bent... misschien is Bejeweled 3 wel wat voor je. Hey, maar Plants vs. Zombies is misschien wel de beste game in het hele rijtje. Ja, maar die... Epic is die game. Maar die kun je voor wat, €2,39 of zo? Ja, maar jij hebt precies... Ik moet dan ook de game kiezen met de meeste waarde. Ja. Anders kan je net goed voor SimCity. Dan moet je voor Most Wanted gaan, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, dat is ook een goede keuze. Ja. Die en jij? Of voor Dead Space 3. Nee. Ik zit heel erg te twijfelen. Ik zou... Dead Space 3 zou hem dan voor mij zijn, omdat de rest... Dead Space 3 heeft wel de meeste waarde. Ja, maar zit al, de rest zit al in je collectie of zo. Die heb je al gespeeld. Ik zou voor Battlefield gaan. Ja. Maar daar kom je zo op terug, want jij gaat eigenlijk een heel erg leuk onderwerp aansnijden. Waarom dat je die dan wil hebben? Ja. Goed, dat waren de games. De games voor de SimCity bezitters. En dan gaan we verder met het laatste nieuwtje. Wouter, speciaal voor jou, Halo 3 komt niet naar de PC.
Commentaar, dat verwacht dan. Ja, er waren nog een paar tekenen. Af en toe kwam weer zo'n tekentje, weet je wel. Zo van, misschien dat hij toch nog gaat komen. Maar ik had het niet verwacht. Zou je willen spelen op de PC? Nou, absoluut niet. Ik vind het echt een pure console-shooter. Die is gecreëerd voor de console. Die heeft zelfs de shooters op console groot gemaakt. Dus waarom zijn er een gast van... Halo is wel ooit eerst... Het was ooit een PC-game. Ja. Nou ja, het kwam bij Evolve natuurlijk. We hebben een game nodig voor de Xbox. Halo. Ja, maar goed, hoe dan ook. Als je dan een Halo wil spelen op de PC, dan zou ik een iets recentere nemen, zoals Halo 4 bijvoorbeeld. Want ja, ga die dan overzetten naar de... Vond je Halo 4 beter dan Halo 3? Nee. Dus dan is het eigenlijk beter van Halo 3. Ja, maar dan moeten ze wel een opgespiced versie met... Ja, maar dat gaan ze dus niet doen. Nee. maar dat was toch de hoop. Dat was eigenlijk de hoop van de PC-gamers. Halo 3, toch wel de beste Halo. Dat was wel een van de beste. Komt in een opgepoetste versie naar de PC. Ja, maar als je dat zo graag wil spelen, dan ja, weet ik veel. Waarom koop je dan niet een Xbox? Ik zou het niet goed voor de echte liefhebbers, maar jij bent er dus niet een van. Goed, dat was het game nieuws van vandaag, dinsdag 19 maart. We gaan het zo hebben over de singleplayer van Heart of the Swarm. We gaan het hebben over PC gaming en we gaan het hebben over Gears of War Judgment. En we beginnen met... StarCraft 2, Heart of the Swarm, singleplayer. Wouter, jij hebt hem gereviewd. Ja. Wart, jij hebt natuurlijk ook gespeeld. Yep. Oké. Jij hebt hem 88 gegeven. Ja. Wat vind jij ervan? Dat hij het 88 geeft. Ja, dat is net als jouw moeder gewoon in het gezicht spuugt. Nee, ik denk niet dat je mij in mijn gezicht gespuugd hebt, want het ging natuurlijk wel om de singleplayer. En ik denk dat de 88... naar mijn gevoel wel spot on is. En ik ben het ook al grotendeels met Wouter eens. In ieder geval de punten die hij aanhaalt. Wat het mij heel erg opviel aan de singleplayer, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Ik heb op dit moment heb ik anderhalf planeet. Heb ik ongeveer gespeeld. En wat me heel erg opviel, ik vind Kerrigan vind ik een heel goed en sterk personage. Ja. Echt al die cutscenes, die emotie die daarin zit, wauw, dat is echt fantastisch. Fantastisch, die voice acting samen met James Raynor, die Mengsk, wauw. Ja. Ja. Maar dan heb je die queens, die broodmothers, die chick die zo'n beetje eruit hangt, die Abattoir, die Isha of zo. Die Isha en zo. Ja. En dat vind ik allemaal een beetje, ja, die Abattoir die al die vervormingen doet, of al die mutaties. Die Banathur of zo, die met zijn vagina mond. Ja. Die is fantastisch. Ja. Die vind ik echt heel cool. Ik heb het idee dat hij. Ik heb hem niet gespeeld, dus ik kan het niet spoilen. Ik kan hem alleen maar van mijn verwachting. Je hebt hem helemaal niet gespeeld, nog de singleplayer? Nee, wel, maar ik heb hem nog niet uitgespeeld. Nee. Ik verwacht dat die pratende kut. dat die uiteindelijk de bad guy is of zo van het verhaal. Nou, ik verwacht dat de plot twist is en dat heel slecht is. Dus. Ik vind het wel een goede singleplayer, maar wat mij bijvoorbeeld opviel, dan ga je dus spelen als Zerg. Dan heb je dat gedaan in de multiplayer bij Wings of Liberty. En dan kan je niet injecten met je queens. Nee, bijvoorbeeld. Dat was een ding waar jij mee zat. Want je moest de hele tijd op larven wachten. Ik moest op larven wachten. Eigenlijk is Zerg een heel snel ras. Hè? Tenminste, ja. Je kunt veel sneller bouwen dan bij de Terror. Het moet veel. Ja, de Zerg Rush, we kennen allemaal het begrip. Dat bestaat niet voor niks. Dat gaat om snelheid. En dan heb jij zoiets van. En dus moet ik wachten op larven. Ik vond het heel raar dat je niet met die queens kon injecten. Terwijl het wel gewoon in de multiplayer zat. En ik dacht, waarom? Wat zou de reden zijn? Dus om dat niet te kunnen in de singleplayer. Oké, laten we even een stap terug nemen. Er zijn ook mensen die totaal geen idee hebben. Je hebt het over queens injecten. Klinkt wel porno. Als je kijkt naar de singleplayer van Wings of Liberty, die was in principe heel erg goed. Ja. Maar er was een beetje kritiek op, het was misschien een beetje te lang. Vond ik wel. Hoe is deze in verhouding met de singleplayer van Wings of Liberty? Ja, ik vind het raar. Ze hebben het volgens mij helemaal niet korter gemaakt. Ik heb 25 missies had Wings of Liberty. Nu hebben we er 27. Nee, maar jij telt. Nee, je had 30 in Wings of Liberty. Ja, maar nee, ik heb hem op uitgespeeld. Staat completed mission. 25. Ja, maar je maakt keuzes en je hebt nog hidden mission. Ja, oké. In totaal. De evolution missions vind ik geen missie. Dat is echt gewoon 2-3 minuten. Dat zijn er volgens mij inderdaad 7. Dus eigenlijk in principe heb je 20 verhaalmissies. Maar ik heb er toch wel een goede.
Nou ben ik, moet ik eerlijk zijn, ben ik wat langzaam met RTS. Ik neem, ja, ik doe stond het even achter je, maar... Hey, jij doet echt over de missie vier keer zo lang als ik erover doe. Zoiets, ja. In ieder geval, als je een achievement hebt van haal deze missie in een kwartier, dan heb ik er een half uur over. Maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk meer van verhaalwijs. Nou, nee, ik vond het verhaal juist heel erg compact en bleef me boeien. Terwijl ik normaal gesproken heel erg snel iets met een game verhaal heb van ja, schiet nou maar met je verhaal, ik vind het helemaal niet interessant. Maar dit verhaal blijft me wel redelijk boeien. Op het einde gingen ze een soort van sprong maken naar de Protoss, want natuurlijk het derde deel binnen StarCraft 2 moet over de Protoss gaan, dus moeten ze ook een link hebben naar het verhaal van de Protoss. Dat was een beetje gezocht, vond ik. Maar het zit ook al in Wings of Liberty natuurlijk. Ja, precies, er zit ook al een link in. Maar het is toch wel een beetje het onderbelichte ras eigenlijk, hè, in die hele... Ja, maar dat, wel, het hangt maar een maar beetje bij ofzo. Maar dat komt ook omdat ze zijn begonnen met de Terran campaign. Ze hebben het nu aangekondigd, we gaan het opknippen in drie delen. En zo was het ook natuurlijk in StarCraft 1. Speelde je eerst 10 missies met de Terran, toen met de Zerg en toen met de Protoss. En zo gaat dat ook gebeuren straks. Dus, alleen het hangt er inderdaad wel een beetje bij. Het wordt een beetje bijgesleept. Want het verhaal van, Kerrigan in haar strijd tegen Mensk, die fucking asshole van een Empire. Dat was heel erg boeiend. En in één keer moet de Protoss erbij getrokken worden. Maar het is een beetje een bijverhaal. Heb ik het gevoel binnen het grote verhaal dat zich af en spelen is binnen het universum met die... Inderdaad, Kerrigan verhaal is eigenlijk een bijverhaal en het grote... Ja, maar dat is dus het ironische ervan, want het grote verhaal boeide me niet zo en dat Kerrigan verhaal wel. De Protoss zijn een beetje de redders van het universum. Stel je voor, jij hebt vroeger wel Command & Conquer of Red Alert gespeeld en je hebt StarCraft nooit aangeraakt. Is dit dan een game die je moet halen? Ja, ik vind het... Ik heb het idee dat ze best wel een idee hebben gedaan om in ieder geval de singleplayer boeiend te houden voor mensen die niet zo heel erg RTS-minded zijn. Want je hebt echt letterlijk eindbaasgevechten. Je hebt een soort van action-adventure-achtige missies door basissen heen dat je eigenlijk maar met één unit aan het slaan bent. Kan je qua verhaal ook instappen? Ja, in principe wel. Alleen, je moet wel even het wat is er eerder gebeurd in StarCraft 2 filmpje kijken. Lijkt me verstandig. Die zit er gewoon bij? Ja, die moet je even voor naar de site volgens mij. Dat is een beetje een GTST. Ja, precies. Vorige keer in Bastion. Maar er zit in ieder geval heel veel variatie. En elke missie is ook weer anders dan de vorige missie. Dus het is niet weer bouwen een basis en gaan. Maar het zit altijd iets unieks. Toch altijd wel de leukste. Maar wat ik in de review wel een beetje jammer vond, is dat je bijna nooit helemaal van begin af aan een basis hoeft te bouwen. Zeg maar van je begint met een lair en dan moet je alles bouwen. Je hebt meteen aan het begin van een missie bijna altijd een halve basis staan. Had je bij Wings of Liberty ook al. Ja, vond ik daar ook heel jammer. Goed. Ik denk dat we hier even mee afsluiten, want we hebben nog een hele show voor de boeg. Yes. En we gaan het nu hebben over Wouter's onderwerp en dat is Gears of War Judgment. Gears of War Judgment, Wouter. Ja. Jij hebt hem gespeeld. En je bent enthousiast eigenlijk, hè? Ik heb hem uitgespeeld en ik heb gisteravond met Peter Koelewijn trouwens, die was bij mij, hebben we nog even de overrun mode gedaan. Want laat ik daar even bij beginnen. Dat was eigenlijk een van de tofste modes in de geschiedenis van Gears of War. Maar wat is het? Het is horde mode, dus dat is een verdedigend punt tegen de locust, de evil motherfuckers van Gears of War. Ja. Bouw daarbij fortifications, dus barrières en dat soort shit. Die mode is gemengd met beast mode. Dus in beast mode speelde je in feite de locust in Gears of War 3. Die hebben ze gecombineerd, waardoor je afwisselend eerst de Kork speelt en daarna de locust. En dan moet je als Kork zijn moet je verdedigen, als Locust moet je aanvallen. En dat is echt heel erg tof. Dat is echt een dikke lol. Maar wat is een Kork? Kork! Maar wat is daar nou? Want dit is eigenlijk toch gewoon een soort van. Bestorm jij nu die basis en dan verdedig ik hem de volgende keer? Ja, inderdaad. Nou, het coole is, je hebt nu een klassensysteem bij de Kork. Dus je hebt een sniper, die kan in torentjes klimmen en die kan van afstand mensen kapot knallen. Je hebt een medic, die. Nou ja, dat kun je wel vast wel raden. Die kan niet klimmen? Nee, die kan niet klimmen, nee. Dan heb je de soldier, die kan doosjes ammo gooien. Dan heb je de... Die kan ook niet klimmen. Die kan ook niet klimmen. Dan heb je de mechanic en die kan barrières fixen. Kan die klimmen. En die kan ook sentry guns trouwens. Eigenlijk is die een beetje overpowered de klasse.
En dan moet je verdedigen tegen de Cog. En die bestaan natuurlijk uit allemaal fucking freaks. Die, de Cog? De Locust. De Locust, sorry. die bestaan uit allemaal freaks. En des te meer punten je verdient, des te grotere freaks je kunt ontlokken. Dus des te gevaarlijker je wordt in die mode. Okay, maar is het zo dat alles wordt bestuurd door mensen? Ja. Dit is een multiplayer modus in principe. Dit is een multiplayer modus, dit moet je online spelen. En je kan het trouwens ook splitscreen co-op doen. Waarom ik het ook zo'n fantastische modus heb. Met twee man. Met twee man op de bank. Ook op het internet? Zit je met z'n twee... Ja, alleen dan mag je niet ranked spelen natuurlijk. Oh, ja. En dan moet je een van je partners moet guest zijn. Weet je kunt niet met je eigen meegebrachte account. Nee? Is dit die... Dit is, of is dit een Overrun? Maar wat zijn, dit is gewoon een single player. Met welke Locust kun je spelen? Want je had natuurlijk in Gears of War 3 kreeg je al die gasten met dat gele gedoe. Ja, nee, die zijn weg, want dit is natuurlijk een prequel. Ja. Ja. De campaign is in feite een prequel van dit is net na Emergence Day, toch? Dit is net na de dag dat al die Locusts uit de grond kwamen. Ja. En, dat vind ik al toffer dan... Dan al die gele shit. De gele shit vond ik ook heel erg irritant in Gears of War 3. Vooral in de campaign. En als je hem op Insane speelt trouwens, ging ik de hele tijd tegen de vlakte omdat iedereen om me heen explodeerde. En dan liep ik de helft van de tijd over de grond te kruipen. Dat heb je normaal waarschijnlijk niet. Maar in deze heb je wat minder veel exploderende locusts. Wat wel fijn is. En laten we even naar de campaign gaan. Het leukste daarvan vind ik... Eigenlijk dat het verhaal een beetje op de sidetrack geplaatst is. Het is niet zeg maar het belangrijkste van de campaign. Maar het gaat toch om Baird en Coltrane, die worden beschuldigd van iets. En uiteindelijk op het einde van de game kom je erachter wat ze blikken terug naar wat ze gedaan hebben de afgelopen, 24 uur of zo. En dan op het einde kom je erachter wat ze gedaan hebben. Ja, de strip ook in, dat er kwam de politie binnen en toen werd ik dat in de boeien geslaan. Maar... het is eigenlijk een heel simpel verhaaltje. En het enige interessante ervan is dat het een soort van terugblik narratief kader heeft, zeg maar. Ja. En je speelt met verschillende hoofdpersonages, wat ook wel grappig is. En je hebt een of andere nieuwe chick die eruit ziet als Kerrigan trouwens. En je hebt een of andere Rus-achtige dude met een littekens op zijn smoel. Maar is ook voor een verhaal hoef je het dus niet te doen. Nee, voor het verhaal? Nee, het verhaal is best wel grappig. Alleen het is niet... Het zijn geen 10 minuten lange cutscenes waar je erop zit te wachten. Er zit veel meer vaart in die campaign, weet je. En ook omdat er een nieuw systeem in zit waar... Daar ben ik benieuwd naar. Dat systeem dat als je spawnt, dat in principe die locust anders reageren of anders spawnen. Of dat er andere locusts spawnen op die zich aanpassen aan de manier van hoe jij speelt. Hoe werkt dat? Gisteren had ik, ik zou nu een situatieschets geven. Nou, dat is mooi. Gisteren had ik met Peter Koelewijn op een gegeven moment een missie dat ik in een bepaalde tijd moest ik aan de andere kant van een missie komen, zeg maar. Ik moest in een bepaalde tijd een missie halen. Ik had een one-shot, wat zo'n enorme gun is. Met één schot knal je iedereen neer. Alleen, je moet hem optillen en je moet hem herladen. En het is een heel traag ding. Ik wist dat die... Op een gegeven moment gingen we dood. En ik wist dat die lui van die kant kwamen. Maar dat was dus niet zo. Want deze keer kwam die motherfucker... Dus ik zat te wachten met mijn one-shot. En dan kwamen ze van die kant. En waren het ook hele andere beesten trouwens. Eerst had je boomers, van die lompe gasten die met de granaat aan het schieten waren. En toen waren het opeens van die hakdudes. Ik weet niet meer hoe ze heetten, maar die hebben zwaarden. En die kwamen helemaal van de andere kant. Dus die waren, voordat je het weet, waren ze bij me. En was mijn hele tactiek was eigenlijk op de schop gegooid. De tactiek was eigenlijk gewoon het grootste motherfucking gun. En gewoon richten waar ze vandaan kwamen. Ja, inderdaad. Verdomd intelligente tactiek. Maar die mislukte dus toen die gasten van de andere kant kwamen. Maar dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ja, ja. Hij houdt het vers. En wat het ook vers houdt is dat je drie sterren hebt die je kunt vullen, zeg maar, per... Ik wist dat je daarover ging vallen. Oh my god. Drie sterren die je kunt vullen. Peter Koelewijn noemde het heel terecht het Angry Bird systeem. Je hebt drie sterren en die kun je... De drie sterren rating per segment in de campaign. En elk segment bestaat uit een half uurtje gameplay of zo. En daar kun je dus drie sterren voor halen. Op normal haal je zilveren sterren, op hardcore je gouden sterren en op insane haal je onyx sterren. En dus eigenlijk heb je hele korte stukjes gameplay die je steeds weer opnieuw kan doen om een betere rating te halen. Waardoor ik die campaign echt 5 keer zo interessant vind dan al die andere campaigns van Gears of War. Ook omdat er niet een of ander, oh mijn vrouw gaat dood, jank jank. Ik echt zoiets had van,
Wat? Ja. Ik zit alleen met rating en sterren in okay. dit moment. Dat was het. Wouter, we hebben ook nog een hele leuke actie. Ja. Daar kan je nog meedoen. Ja. Je kan een Xbox winnen, toch? Een geairbrushed Xbox. Als je nu even naar... ja, ik was net fucking naar die link op zoek. Maar mijn internet deed het niet. Anyway, ga even naar onze prijsvragen sectie. Daar zie je de prijsvraag winnen Gears of War. What the fuck is dit? Dit is van Firefly. Anyway. Winnen Gears of War geairbrushed Xbox. Het komt erop neer dat je even je avatar moet veranderen in een Gears of War logo. Ja. Dan is er een of andere geheimzinnige Microsoft jury die gaat op zoek naar deze logo's. Overal, op alle sites op de aarde zo'n beetje. Zijn die dan op zoek naar je rating om je steg te vullen? Ja. En, die gaan dan besluiten of jij een geairbrushed Xbox wint of vele andere prijzen, waaronder een steelbook case van Judgment, een steelbook versie, en t-shirts en allemaal andere vette goodies. Dus reageer zoveel mogelijk met die Xbox of met de Gears of War avatar. En, ja. En maakt het ook nog uit hoeveel je reageert dat je meer kans maakt? Ik denk ja, des te meer kans er is dat de geheimzinnige jury jou ziet, des te meer kans dat je wint. Dus reageer zoveel mogelijk. Oké, fistpumpen. Wel even de moeite waard, dus even kijken op u.nl in de prijsvragen sectie en dan, dan kan jij ook meedoen met deze Gears of War prijsvraag. Misschien win je dan wel een Xbox. We gaan verder met het laatste onderwerp en het gaat over PC gaming. Vloem. Ja, PC-gaming dus. Ja, mocht je in de tussentijd nog vragen hebben, dat kan. Stuur even naar @powerlimited op Twitter. Dan behandelen wij je vraag. PC-gaming, jongens. Weet je, ik heb 2 weken geleden heb ik een soort van knop in mijn hoofd omgezet. Ja. Waarbij ik in één keer denk van, ik wil een nieuwe game PC. Ja, en dan moet je het ook hebben. Ik ken dat. Het is echt heel irritant. Ja. Want dat kost je 1000 euro. Dat gaat geld kosten, ja. Ja. Nee, maar ik zat er een beetje over na te denken. Eigenlijk, ik merk dat heel erg veel om me heen. Jij had het laatst ook al over. Ja. We zijn een beetje klaar met die huidige console-generatie, hè? Ja. Ja, het kan veel beter allemaal. Het kan veel mooier, het kan veel sneller. Maar het kan ook makkelijker. En daarvoor moet je niet bij een PC zijn natuurlijk. Dat is waar, maar ik vind het wel steeds makkelijker. Ik vind het wel meevallijker als je kijkt naar een Steam met installatie. Ja, wat je wel hebt, als je een beetje op de grens zit met elkaar instellingen. Weet je, dat je de ene game net wel, de andere game net niet hebt. Dan lijkt het me heel vervelend. Maar ik zit nog net daarboven. Of ik zit daar in ieder geval boven. Dus ik heb daar gewoon geen last van. Ik kan nog steeds aanzetten, alles op max. Nee. En klanten met die bananen. Het ligt natuurlijk ook aan welke games je wil spelen. Ik zit ook nog steeds op de max. Ik heb een PC van 2009. En ik heb nog nooit een game ontmoet die mijn PC niet aan kan. De Witcher. Game ontmoet. Nee, de Witcher kan die... Nee, inderdaad. Die kan die net niet op hard. Oh, dat scheelt niks. Ja, maar dat zijn gewoon de valkuilen. Ja, inderdaad. De Witcher 2 kan die net niet maar op. Maar wat maakt het ook uit, weet je? Dan ziet het er nog 100 keer beter uit. Inderdaad, het ziet er nog steeds fantastisch uit. Volgens mij hebben we wat vergelijkingsmateriaal. Ja, het is natuurlijk heel erg... Oh, wat is dit? Dit is duidelijk een geval van... Random dude in een random gang. Oh ja. Wacht even, dit is... Oké, dit is PC die er nu bij komt. Is het Call of Duty? Nee, dit is Crysis. Crysis? Ja. Yeah. Toch? Okay. Crysis 3, begin? Ja. Ja. Dus rechts beeld wat erin komt schuiven, dat is PC. En ja. Links is console. Ja, dat is toch wel een verschil inderdaad. Het is zeker een groot verschil. En natuurlijk, het is heel makkelijk, weet je, om dat te vergelijken. Kijk, ja, ik moet die tekstjes zien, hoor. Dat is echt... Ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk en moeilijk verhaal voor mij. Ik heb uiteindelijk een game PC gekocht, omdat ik StarCraft wilde spelen. Er zijn ook heel veel mensen die spelen League of Legends, Dota, die free-to-play games. Kijk, als ik kijk naar toen ik jong was, ik speelde op de PC van mijn ouders, dan was het Tactical Ops. In jouw geval was het volgens mij Counter-Strike. Het zijn toch die free-to-play-achtige games. En dat heb je gewoon niet op de console. En op dit moment ben ik ook heel erg aan het genieten van dat soort games. Ik ben nu laatst heb ik World of Warplanes gespeeld. Vond ik ook hartstikke grappig. Ja. Weet je, het is ook een soort van, je betaalt al veel geld voor die PC, maar het is vervolgens wel goedkoper om je heel erg lang en leuk te amuseren zonder dat je illegaal downloadt überhaupt. Nee, precies. En er zijn wel veel problemen die bijkomen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld het probleem dat ik nodig mijn harde schijf moet formateren. Maar dat is me echt een klus, vind ik gewoon super irritant. Ten eerste wil ik dan een nieuw besturingssysteem. Ik heb mijn... Welk besturingssysteem heb je op dit moment? XP64.
Ja, oké, dat moet duidelijk. Dat is uit de tijd van Napoleon. Inderdaad. Maar het is wel 64, dus hij kan in principe, maakt volledig gebruik van het geheugen dat ik heb. Dat vond ik het belangrijkste destijds, weet je. En destijds was het of XP64 of Vita, en iedereen weet dat Vista. Vista waardeloos is. Dus ja, dat was echt smerig. Dus maar ja, het is wel. Natuurlijk, je krijgt er wel wat meer problemen bij. Maar ik denk wel dat voor de komende 4 jaar sowieso, dat PC gewoon echt super king of the hill is en blijft. En ook als je niet in mijn console zou. Nou, maar dat is dus het hele punt. Ik had het er zondag had ik het er met iemand over. Over de game PC. En hij zei van, ja, waarom nu een game PC? De PlayStation 4 die komt eind dit jaar. Ja, maar het is natuurlijk open. Maar het is natuurlijk wel zo dat als de PlayStation 4 straks komt, dan halen ze no way het potentieel eruit wat er eigenlijk in zit. De eerste generatie nog niet. Nee. Als je kijkt, je hebt wel de exclusives die uitkomen voor een PlayStation. Kijk, als er een Uncharted 4 komt, die ga je niet op je PC kunnen spelen. Nee. Maar ik denk, ik claim ook niet dat ik alleen maar PC ga gamen. Want dat is gewoon niet realistisch. Maar ik weet niet wie dat tegen je gezegd heeft, maar in dat licht heeft hij wel gelijk. Weet je, dit is eigenlijk echt wel de slechtste tijd om een nieuwe PC te kopen. Nou ja, ik vind het niet. Ik vind dat, ik ben nu gewoon toe aan gamen op mijn PC. Ik wil gewoon shooters eigenlijk met een muis spelen. Dat werkt veel beter dan op een. Maar dan koop je hem ergens anders voor. Dan koop je het niet voor de graphics, maar dan koop je voor dat je een muistoetsenbord wil. Ook voor de graphics, weet je. En ik denk niet dat de PlayStation 4 in het begin, de eerste generatie, echt zoveel mooier uitziet dan de laatste generatie PlayStation 3 games. Zeker niet. Nou ja, het is wel wat de developers zeggen. Het is stukken makkelijker in ieder geval om voor de PlayStation 4 te ontwikkelen dan voor de PlayStation 3 destijds. Waardoor je ook al veel sneller een hogere kwaliteit haalt, wat je ook zag op de Xbox 360. Ja. Vanwege dat die X&A tools, je programmeert voor een Xbox in principe hetzelfde als voor een PC. En we hebben het nu nog steeds over alleen de PlayStation 4, maar die Xbox komt er natuurlijk ook aan. Ja. Ja, dat duurt alleen nog even voordat we dat weten. Ja. Maar nu komt het volgende probleem. Ik wil een PC bouwen. Ja. Of ik wil hem kopen. Maar bouwen, ik heb er even wat ingelezen. Op het moment dat je echt een kant-en-klare PC koopt, dan ben je zo echt al 15% meer geld kwijt dan dat je hem zelf in elkaar zet. De laatste keer dat ik een PC in elkaar zelf heb gezet, dat is nog een tijdje geleden. Het is heel simpel eigenlijk. Maar het is heel simpel inderdaad. Ja. Het is gewoon een moederbordje. Daarna de software, het gedoe dat erna komt, dat vond ik altijd lastig. Ja, je moet het zelf wel allemaal gaan installeren. Ik heb destijds een PC toen gekocht van rond €1100. Toen heb ik al die onderdelen uitgezocht, gekeken hoeveel dat kost om het zelf aan elkaar te zetten. Ja. Ik ben toen uiteindelijk bij GamePC.nl uitgekomen. Uiteindelijk hebben we daar ook toen die redactie PC gekocht. Maar daar kwam ik achter, het scheelde wel €100 of €150 om dat ding gewoon lekker thuis te laten bezorgen en niks te laten doen. Ja, ik kan €150 besparen of ik kan me een hele hoop gezeik besparen en ik ben tegenwoordig dat ik betaal voor kwaliteit. Ja, dat dilemma ik heb ik gewoon nog geen gezeik gehad een jaar lang. Ik heb destijds een van deze knakkers hier, we hebben hier allemaal van die interessante PC-blaadjes. Ik heb een van die gasten ingeschakeld van, hey, wat is de vetste shit? Je heeft een lijstje gemaakt, ik heb dat opgestuurd naar AZ, die zijn dat naar mij opgestuurd en ik heb mijn PC in elkaar gezet. Alleen toen kwam er wel wat gezeik na, geheugenmodules die het niet deden, crashes, onverklaarbare en crashes. En bovendien moet je zorgen dat alle drivers worden geïnstalleerd. Dat gebeurt heel veel automatisch trouwens. Dus dat is mij die €100 echt meer dan waard, gewoon niet dat gezeik hebben. Ik heb nog een keer mijn PC in de bus en trein hier naartoe moeten slepen naar die knakkers. Van, hey, kijk, hier is het, hij crasht, wat is er aan de hand, weet je? Ja. Maar er is in ieder geval in de community. Ja, ik heb het topic gezien. Oh my god, what the fuck barbecue, die heeft een topic geopend. Het What to Buy Guide, Game PC. En er zaten wel een aantal leuke tips tussen. Ja. Maar ik zit nu nog te twijfelen tussen hem zelf te maken of op te laten sturen. Maar mocht ik hem zelf gaan in elkaar gaan zetten, dan doen we dat hier wel gewoon op de redactie en dan filmen we het. Ja, dat lijkt me een goed idee. Een soort van unboxing, zeg maar, omgekeerd of zo. Ik ben niet inboxing. Ik ben zo'n dude die het niet boeit. Weet je, er zijn altijd zeggen, ja, een game PC moet je zelf in elkaar zetten. I don't give a shit. Gewoon lekker simpel, geen gezeik. Daar ben ik van. Ik betaal er gewoon liever voor. Ja, dat snap ik ook wel. Er staat ook heel veel voor te zeggen. Maar ik weet ook niet waarom ik hem toen zelf heb binnengezet. Het heeft wel zo'n romantiek, maar ja,
En dat kwam ook omdat, ja, die gast had me dat aangeraden. Dus ik heb echt blind een of andere PC-expert opgevolgd in dat gebied. En het ging op zich prima, behalve dan dat die geheugenmodules fucked up waren. Ja. En er zat nog een koeling. Ah, eigenlijk ging het helemaal niet prima. Eigenlijk ging het fucking kut. Het duurde drie weken voordat ik mijn PC deed. Dat vergeet je dan weer, hè? Ja, dat vergeet je. Dus als je een huilbaby hebt, dan ben je ook na 5 jaar wel weer. Dus ik kom binnen een dag gamen, en hij heeft ongeveer een maand over gedaan voordat je aan de slag komt. Goed. Ja. Nou, daarmee besluiten we Puur Live van dinsdag 19 maart. Morgen is er geen Puur Live. Tuurlijk niet, want dan is jouw post. Voor nu, hebben we nog wat te melden? Hebben we nog iets van een vraag? Nee? De vraag is, staat Persona 4 Golden Review in de volgende Pu? Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah, dat is het antwoord. We zijn er donderdag weer met Puur Live. En morgen heeft Puur even jouw post kijken. En voor nu een fijne dag. Verder en zo. Doei!